De top 2000 komt naar je toe dit jaar. Radio 2 rijdt een week lang het land door om iedereen de kans te geven om zijn favoriete muziek in de top 2000 te plaatsen. Maandagavond was het de beurt aan Nijmegen en veel muziekliefhebbers kwamen op de bus af. Die moesten overigens wel geduld hebben. De bus kwam uit Sittard en stond behoorlijk in de file. Net op tijd voor de live-uitzending kwam de bus in Nijmegen aan. Dat de top 2000 bus op plein 44 stond, was te danken aan Nijmegenaar Ferdinand Muller. Nou, ik heb het voor elkaar gekregen dat die bus naar Nijmegen komt. Op volgende manier is dat gebeurd. Ze hadden een oproep online op een site zeg maar, geplaatst. Dat ik je een motivatie kon geven waarom zo'n bus naar Nijmegen moet komen. Nou, ik had het al behoorlijk goed gedaan. En ik werd gebeld. En ja, of ik dat nog een keer zou kunnen toelichten in de uitzending. En op basis daarvan zal er dan door de jury besloten worden of die bus naar Nijmegen mag komen. De bus moet naar Nijmegen komen, omdat natuurlijk Nijmegen de stad is waar ook heel veel muzikale evenementen plaatsvinden. In de Schouwburg moet de Nijmeegse Vierdaagse. Het is een mooie mogelijkheid om een landelijk radiostation ook in een fantastische stad te kunnen laten komen. Ik luister gewoon echt ontzettend lang zelf naar de top 2000. Dat is gewoon fantastisch. Het is al zo lang al dat het bestaat. Het is inmiddels een begrip geworden. Iedereen leeft er wel een beetje naartoe. En je ziet ook de verschuivingen zeg maar, in het publiek wat luistert naar de top 2000. En ik vind dat gewoon fantastisch dat je zo'n periode hebt in een jaar. Nou, ik zie om me heen dat er nu ook al heel veel mensen om me heen bezig zijn met de top 2000. Hè. Met name op social media, op Facebook. Als ik kijk naar mijn eigen vrienden al, ik heb gestemd op die en de hele lijsten. Dit heeft natuurlijk ook veel media aandacht gekregen, hè, omdat het in Nijmegen komt. En je ziet toch wel om me heen ook, kennissenkring, dat iedereen toch gewoon weer naartoe leeft. En dat is gewoon ontzettend leuk. Wouter van der Goes, goedenavond. En goedenavond zeg ik ook tegen Nijmegen. Hallo! Yeah. Ik mag best weten dat Nijmegen redelijk is uitgelopen. Er staan gewoon files voor de stembus op dit moment. Ja, de reden dat ik in Nijmegen hier bij die bus kon stemmen in plaats van thuis, wat ook had gekund online, is natuurlijk omdat dit toch een trekker is, vind ik. Hoe vaak zie je nou de DJ's hier komen en ze doen ook hun best om hier naartoe te komen. Ik heb er nog een rol gespeeld zelf. Ja, dan is het natuurlijk gek als je thuis op de computer gaat zitten. Ik vind het leuk. Nou, mijn favoriete nummer 1 is, ik ben een enorme fan van Mumford & Sons. Dus dan kun je denken aan Belief of maar een track van Mumford & Sons. Maar persoonlijk, Ghost That We Knew is een iets minder bekende, een heel gevoelig nummer. En als je de tekst een keer goed luistert, dan weet je misschien ook waarom ik die op 1 heb staan.